Vandaag speelt Quick Boys opnieuw een thuiswedstrijd. Na de enerverende derby tegen Rijnsburgse Boys, met helaas een negatieve uitslag voor de Blauw-Witte, speelt Quick Boys nu tegen Stedoco. De ploeg uit Hoornaar bevindt zich in de onderste regionen van de derde divisie. En Quick Boys kan goede zaken doen met oog op de ranglijst. Zouden een flinke sprong kunnen maken. Bij Quick Boys in de basis Yassir Hamdani. Hier ziet u hem in plaats van de geschorste Henri Apoku. En de rest van het basisteam is hetzelfde als die van vorige week. En hier ziet u Joey Ravensbergen opstomen. Die probeert met een hoge bal Jesse Driebergen te bereiken. De afvallende bal is voor Philip de Hartog. Die wacht even en vindt daar Hamdani. Die geeft de bal voor, vindt Driebergen. Gevaarlijk schot. Maar Steinman, de keeper van Stedoco, kan eenvoudig pakken. Lijkt op een overtreding hier. Cohen blijft opjagen. Hamdani die ertussen zit. En via Philip de Hartog. Delano Akohen, Milan Hoek. En Delano komt de bal bij Jason Oost. Die krijgt de bal helaas niet onder controle. Een corner is het resultaat. Opnieuw Quick Boys in de aanval met Joey Ravensbergen. Legt de bal terug. Een hoge voorzet van Akohen. Jason Oost maakt het de keeper lastig. De bal komt terug via Driebergen bij Jason Oost. Maar de spits staat in buitenspelpositie en dus gaat de treffer niet door. Opnieuw Quick Boys in de aanval met Arie de Vreugd. Wederom in de basis. Vindt Delano Akohen. Die speelt hem door naar Jason Oost. En die bal wordt naastgeschoten. En daar zat de keeper toch tussen. Maar de arbitrage besliste anders. Quick Boys weer in de aanval. De eerste helft duidelijk de betere ploeg. Hier wordt Danzo naar de grond gewerkt. En dat is een vrije trap. Met Milan Hoek daarachter. Gaat via de muur in de handen van Steinman. Eenvoudige prooi voor de keeper. Maar Quick Boys verdiende wel een doelpunt. Speelde goed de eerste helft. Maar moest natuurlijk op haar hoede zijn voor de tegenaanvallen van Stedoco. Bijvoorbeeld deze. Tokul aan de linkerkant met een leek balletje. Maar Martijn ziet hem overgaan. Een goede beslissing. Quick Boys in de aanval met Philip de Hartog die opent aan de linkerkant en vindt Danso. Danso wacht op Joey Ravensbergen die stormt nu de 16 binnen. Legt hem terug. Daar krijgt ze de bal niet goed weg. En via Driebergen belandt de bal voor de voeten van Den Hartog. En die neemt de openingstreffer voor zijn rekening. Net als vorige week. 25e minuut 1-0. Daar ziet u het staan. En nu moet Stedoco komen, want zij hebben de punten hard nodig. Met Tokul aan de linkerkant. Draait naar binnen, gevaarlijke voorzet. Wordt door alles en iedereen gemist, zo lijkt het. En tot zijn opluchting kan de zwarte bal oppakken. We zitten in de tweede helft met Cohen. Een hoekschop. Een diepe bal. Daar is Dennis van der Plas, die kopt hem in het zijnet. Altijd gevaarlijk bij standaard situaties. Opnieuw een corner. Zelfde variant. Weer bij de tweede paal. Weer Dennis van der Plas. En die bal wordt van de lijn gehaald. Arie de Vreugd die hem probeert in te brengen. En nu is hij echt weg. Quick Boys speelde minder naar rust. Liet de teugels vieren. Maakt het onnodig spannend. Oei, daar krijgt Quick Boys de bal niet goed weg. Maar toch kan Martijn de zwarte bal oppakken. Het was Dennis van der Plas met de verdedigende actie. Opnieuw de gasten in balbezit. Een lange bal van Dennis van der Plas en die vindt Jason Oost aan de linkerkant. Zoekt steun voorin. Vindt hij niet. Gaat voor eigen succes. En schiet op het doel, maar opnieuw Steinman. Die kan pakken.
zien ook de fans van Quick Boys. Een slotoffensief van Hoornaar. De ploeg uit Hoornaar met nog een kwartier te spelen. Dit is een overtreding, vindt scheidsrechter Bos. Een indraaiende vrije schop. Opnieuw langs alles en iedereen. Een achterbal is het resultaat. De wissel met Jim Gillissen die Jason Oost komt vervangen. Iets meer loopvermogen, want de ruimte lag er wel. En dat zien we ook hier. Lange bal van Martijn de Zwart wordt niet goed verwerkt. En Gillissen kan gelijk door. Maar daar zit linksback Molkenboer tussen. Quick Boys blijft in balbezit met Den Hartog. Vindt Milan Hoek. Milan Hoek in combinatie met Max van Steen, een andere invaller. Kapt en draait. Vindt Den Hartog. Die ziet er opgekomen Handani. Geeft hem voor. Lange bal. Tweede paal staat Cohen. Maar die heeft het vizier te hoog staan. De bal gaat ruim over. Handani met een verdedigende actie. Lijkt een prima tackle op de bal. Een vrije trap. In de handen van Martijn de Zwart. En dat is meteen het laatste wapenfeit van Stedoco. Quick Boys wint met 1-0.